Anneke Broekhuizen en ik ben afgestudeerd aan de opleiding Fine Art in Zwolle. En mijn werk bestond voornamelijk uit boeken. En de boeken die ik maakte, daar herdefinieerde ik de context eigenlijk van. Ik heb het Honors Program gevolgd omdat ik vond dat de bachelor te weinig theoretische diepgang bood. En het Honors Program speelde daar precies goed op in. Het eerste jaar van het Honors Program ging voornamelijk over lezingen. Die lezingen die draaiden over verschillende onderwerpen. We hebben bijvoorbeeld een lezing gehad over het postmodernisme, maar over verschillende filosofen, van alles en nog wat. Heel, heel breed. En het tweede jaar was voornamelijk gericht op onderzoeksvaardigheden. Dus onderzoek doen, hoe moet je dat aanpakken. We zijn met het Honors Program een paar keer op excursie geweest. Eén excursie was naar Duitsland. Het was een dag lang met de bus rondrijden, allerlei interessante dingen in het Ruhrgebied bekijken. En we zijn bijvoorbeeld ook een keer naar Amsterdam geweest, naar het FOM, wat momenteel wat daar toen te zien was. En we zijn nog een keer in gesprek geweest met de regisseur van een toneelstuk. Heel gevarieerd. Het onderzoek dat ik heb uitgevoerd voor het Honors Program draaide voornamelijk om een verdieping van mijn bachelorscriptie. Waarbij ik bepaalde aspecten zoals de filosofieën van Bart en Deleuze meer wilde aanstippen en meer uitdiepen. De meerwaarde van het Honors Program voor mij persoonlijk is dat ik in aanraking ben gekomen met verschillende filosofen en hun ideeën waar ik anders niet mee in aanraking was gekomen. Theoretische diepgang, dat je daar echt wat mee kan, dat het voor je beeldende werk ook heel nuttig is. En verder heeft het me gewoon heel veel onderzoeksvaardigheden opgeleverd die ik ook nog niet, waar ik ook nog niet over beschik. En voor de rest dat je mensen leert kennen van de andere opleidingen, van de andere locaties. En normaal is daar niet zoveel contact mee. En daar leg je nu wel contact mee en dat is heel leuk.